De voorbereidingen voor de komst van de Indiase president zijn in volle gang. Het commissariaat van het district Para is druk bezig in het district. Ik moet zeggen dus dat alles goed is gegaan. En de afgelopen dagen hebben we dus toch van de begroting die we hadden opgesteld, dat is allemaal goedgekeurd. En gisteren zijn we bezig geweest met de aankoop van diverse zaken die nodig zijn om het district toch in een, zeg maar, een mooi gezicht te geven. We hebben brushcutters gekocht en alle andere diverse attributen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze bermen, de trenzen enzovoort schoon worden gemaakt. We hebben ook afspraken met ondernemers om voor hun winkels, als er stenen zijn die misschien een beetje oneffen zijn, dat ze dat gelijk trekken. We hebben verder afspraken met andere, ook met ondernemers die ervoor zullen zorgen dat langs de weg, waar er oneffenheden zijn, zeg maar, er zijn gaten waar die bussen soms stoppen, dat ze dat ook in orde maken. Dus dat allemaal, we zijn vol bezig nu. Die mannen zijn gemotiveerd, u hebt het allemaal kunnen zien. Welke actoren allemaal zullen deelnemen aan de verwelkoming? Dan moet ik u zeggen dat het ministerie van Sport en Jeugdzaken contact heeft gemaakt met, in samenwerking met ons, met de verschillende schoolleiders, zowel van Onverwacht, van Sanderij en op Bernarddorp. We hebben met de mensen gesproken met de bedoeling dat op de dag van aankomst van de president, dat de kinderen, zowel van de bovenbouw als van de benedenbouw, aan weerszijden zullen staan langs de weg. 1. Ongeveer 250 leerlingen op Sanderij. En ze zullen natuurlijk een vlaggenhulde brengen voor de president. Hier op Onverwacht zullen er ongeveer 500 kinderen zijn, ook een vlaggenhulde. En op Bernarddorp zal dat ook gebeuren. Dus dat zijn de organisaties, het ministerie van Sport en Jeugdzaken en ook de verschillende schoolleiders. Dat zijn dus de mensen. Maar ook, oh ja, er zijn ook de culturele groepen. Ze zullen aanwezig zijn bij de komst, een Marron-groep en een inheemse groep. En die zullen natuurlijk een show geven. Ook wanneer ze hier langs rijden, zullen er drie groepen hier zijn. Een Awassa-groep, een inheemse groep en een dronggroep. Ze zullen allemaal hier zijn en ze zullen ook een show geven. Om, alleen maar om aan te geven de diversiteit van de verschillende culturele groepen hier in het district Para. We zijn goed voorbereid met dien verstande dat ieder intussen op de hoogte is wat er precies zal gebeuren. We hebben met de verschillende veiligheidstroepen ook gesproken. Zeg maar de brandweer, de politie, de commandant zuidelijke troepen. Met die hebben we ook vergaderd en we hebben ze precies uitgelegd wat er allemaal zal gebeuren. Dus ook zij zijn standby om ervoor te zorgen dat de komst, maar ook het teruggaan van de president van India in goede banen zal worden geleden.